Dit is Sebastiaan. Sebastiaan edit al bijna 3 jaar lang mijn YouTube-video's, maar heeft zelf nog maar 2 keer Minecraft gespeeld. Sukkel. Vandaag krijgen Sebastiaan en ik 30 minuten de tijd om een gevangenis te bouwen. Goed, Sebastiaan, welkom terug. In de vorige aflevering hebben wij een McDonald's gebouwd. Althans, vorige aflevering in de vorige video. Wat vond je van je eigen McDonald's toen? Ja, ging niet zo goed, maar dit keer ga ik het veel beter doen natuurlijk. Deze aflevering of deze video gaan wij een gevangenis bouwen. We krijgen weer allebei 30 minuten de tijd. En ik ben benieuwd hoe die voor jou eruit gaat zien. Je weet hoe een gevangenis eruit ziet, hè? Jij ja, hebt zo'n keer vastgezeten. Ja, heel erg crimineel ben ik natuurlijk. Ja, zeker. Oké, nou, succes. Ik zal het timer straks starten en ik ben heel benieuwd wat je gaat creëren. Ik ook. Succes. Oké, joejoe. Nou, dames en heren, daar zijn we dan weer. Na het succes van de vorige aflevering met een McDonald's, mag ik dit keer een gevangenis gaan bouwen? Ja, ik heb alleen geen idee hoe verder. Ik weet natuurlijk, tralies en grijs steen, dat wil ik in ieder geval gaan gebruiken. Ik heb verder geen idee hoe ik het er verder precies uit wil laten zien. Ik denk dat het leuk is als ik gewoon, net als de vorige aflevering, met een outline begin, heel simpel. En dan een muur om de gevangenis heen met 2 torens. Ik denk dat het vooral dit keer leuk is om echt een beetje de buitenkant van het gebouw echt heel goed te kunnen hebben. Ik zag ook dat Max de vorige keer in zijn video iets van World Edit had gebruikt. Nou vroeg ik even kort aan Max net van, joh, hoe werkt dat? Want ja, ik wil dat ook kunnen, want zeg maar, als ik dit nu zo doe, hij had echt binnen 2 seconden had hij een hele muur hier staan. Maar hij zei, ja, dat is jaren Minecraft ervaring en dat kon hij me eigenlijk volgens mij niet zo heel snel uitleggen. Dus hij zal dus altijd in ieder geval iets van een voordeeltje houden, ben ik bang. Maar goed, ik ben niet voor niks te noepen hier. Ik zit alleen even te kijken, ik zit nog wel heel leuk wat te bouwen, maar ik wil natuurlijk ook een muur eromheen. Dan kan ik die muur wel hier zo laten lopen. Ik denk dat ik dat ook ga doen, dat dan dit de voorkant wordt van het complex. Ik kan gewoon een gevangeniscomplex maken. Ja, ik denk dat het, volgens mij het wel hetzelfde is als een gevangenis. Eventjes zien, ik denk dat ik nou rechtstreeks die kant op moet, denk ik. Goed, jongens, de timer is gestart en wij gaan voor mijn gevangenis gaan wij beginnen met tufblokken, omdat die een beetje donker en duister zijn. We gaan beginnen met de simpele buitenkant. Daar wil ik ook iron bars voor gebruiken. Ik wil cobwebs gebruiken en deze diorite walls en deze walls. Oké, laten we beginnen met een simpele ingang. Die ingang die is dan ook hier en daaromheen doen we gelijk allemaal tufblokken zo. Het wordt een redelijk grote ingang. Nou, valt op zich ook wel weer mee, want we hebben niet zo'n heel groot platform. Zo, en dan doen we een beetje rondmaken. Kijk, dit ziet er wel uit als een leuke ingang. Dan komen de muren. En dan gaan we gelijk een pad maken. En we gaan natuurlijk weer World Edit gebruiken. Het is geen vals spelen, jongens. Het is gewoon mijn tools die ik heb gebruiken. Hier, we maken het van black concrete en black concrete powder. Zo, nou doen we vooral alleen black concrete powder. Dit is de weg naar de ingang. Zo. Even kijken, ik heb nou de outline staan. En ik heb natuurlijk ook Content Veen Seizoen 2 geëdit. Wat ik zelf ook de leukste Content Veen serie vond. Omdat, ik weet niet, die bouwstijl die sprak me gewoon heel erg aan elke keer. Eigenlijk wil ik iets van een hele mooie poort gaan maken of zo. Maar ja, ik heb geen idee. Het liefst heb ik iets van een heel groot soort hek of zo. Maar ik heb geen idee hoe ik dat ga moeten maken. In ieder geval wil ik hier dan de poort maken. Dat je hier naar binnen komt. Die mag trouwens wel wat hoger bij nader inzien. Ik denk gewoon, kijk, ik moet even leren hoe dat werkt nog een beetje. Denk zo. Oh, zoiets denk ik. Zo. Ja. Nou moet ik denk ik hier even alles gaan opvullen. Maar dat gaat lang duren. Oh jee, dat gaat heel lang duren. Hier doen we allemaal van dit soort paaltjes. Daar doen we anvils op. Zo. Of onder. En dan hier komen de walls zoals dit. Dan dit vullen we helemaal op met iron bars. Zo, hoppakee. En dan daarbovenop gooien we hier slabs. En dan wat lichter om het een beetje contrast terug te brengen. En daartussenin cobwebs. En die cobwebs zijn een soort van het prikkeldraad dat je meestal op die randjes ziet. En dan hebben we in ieder geval alvast een leuke ingang gecreëerd zoals dit. Even kijken. Ja, kijk, dan is die ingang hartstikke leuk. Dit nog even helemaal dichtgooien zoals dit zo. Sterkste tegenaan. Hoppakee, leuke ingang. Laten we hem nog even 1 keer bouwen zoals dit. En dan gaan we dit helemaal rondom gaan we dit doen. En dan daarin maken we de gevangenis. Nou trouwens, nee, er komt een, ik heb een idee. Yo, ik heb een heel cool idee ineens. We hebben maar 1/2 uur de tijd, jongens. Dus sorry als het gehaast overkomt, maar ik moet binnen 1/2 uur moet ik dit maken. En we gaan World Edit gebruiken. We gaan het lekker snel kunnen doen. Ik wil letterlijk dat Sebastiaan denkt, hoe heb je dit ooit gedaan? Ik wil dat Sebastiaan echt denkt, hoe heb je dit zo snel gedaan? Dat kan niet. Dat kan gewoon niet zo snel. Het is zelfs zo erg dat ik even een beetje aan het kijken ben wat een beetje de snelste manier is om te bouwen. Ik denk dat ik het gewoon per laag doe. Want net deed ik het zeg maar zo. Maar ik denk dat dit even wat sneller gaat. Ja, dan dat wat ik, andere tactiek. Het zit me ook helemaal niet mee dat ik er eigenlijk voor kies om zo'n
hoge muur te maken eigenlijk. Want ja, ik maak het me alleen maar lastiger ermee, want het duurt het alleen maar langer om te bouwen. Maar ik probeer het echt zo snel mogelijk en nou ben ik weer mijn oude tactiek eigenlijk aan het opvolgen. Want voor mijn gevoel is dat toch ietsje sneller als ik zo vlieg zoals nu. Ja, als jullie het een hele makkelijke uitleg hebben jongens over hoe ik dat World Edit, volgens mij heet het zo, hoe ik dat gebruik, laat het even weten in de comments, want ik lees dat natuurlijk ook gewoon. En als er dan een hele makkelijke uitleg staat van joh, zo plaats je heel makkelijk zo'n hele grote muur in één keer. Ja, dan kan ik dat natuurlijk gewoon in de volgende video gaan gebruiken. Want ja, mijn doel is natuurlijk uiteindelijk om beter te worden in het bouwen dan Max. En op zich moet ik daar wel kunnen komen, ook al heeft Max natuurlijk wel heel veel Minecraft ervaring. Ik denk wel dat ik in korte tijd wel aardig dichtbij hem in de buurt kan komen als ik het wil. Maar ja, het is wel echt even goed en snel kunnen leren, dat wel. Kijk, het voordeel is dat ik dan gewoon zo kan doen, copy en dan /stack 5. Hoppakee, dan gaat die 5 keer die kant op, doen we undo. Want hij is net te ver. 3 keer deze kant, 3 keer is perfect. Oh nee, net niet, oeps. Zo, kijk, dit is perfect. Alright, dan gaan we ook nog een aantal keer stacken. Het begint langzaam al ergens op te lijken, jongens. We zijn nog maar 5 minuten bezig. We hebben heel veel tijd. Oké. En dan hoeven we alleen nog dit muurtje hier op het hoekje te maken. En dan hebben we hem helemaal rond gecreëerd zoals dit. Dat ziet er goed uit. Wat ik dan nu wil doen, is hier gaan we lava van maken. /set lava. Ja, kijk, dat ziet er leuk uit. We gaan het gewoon lekker gevaarlijk maken. Het wordt een hele gevaarlijke gevangenis dit. De gevaarlijkste ter wereld. Zo, kijk, ja, als dit er nou niet gevaarlijk uitziet al, in hoeveel minuten? In 7 minuten hebben we dit gecreëerd. We hebben nog 23 minuten voor de rest van de gevangenis. Laten we die dan ook maar gelijk maken. Zo, dan gaan we eerst die pilaren maken. We gaan één kantje maken en die kunnen we kopiëren naar de andere kant. En we hebben niet heel veel tijd. Kijk, 23 minuten klinkt natuurlijk als veel, maar het is niet genoeg om echt iets geweldigs te creëren of zo. Goed, we zijn eigenlijk al 8 minuten verder en ik heb nu eigenlijk alleen maar dit. Dus ik moet wel echt een beetje tempo nu gaan opschroeven. Want ik heb nu alleen maar letterlijk de outline van het gebouw en dat gaat echt te langzaam. Ik ga even kijken of ik iets van een hekwerk kan vinden. Die kan ik sowieso denk ik wel als tralies gebruiken, die chain. Tenminste, dat denk ik. Ja, ik heb dus echt helemaal geen ervaring hierin, jongens. Dus dat is echt een beetje vervelend. Ja, color blocks, net functional. Zou daar iets van een hek in staan of zo? Nee. Ja, een ladder. Zou dat het moeten zijn dan? Je hebt toch wel tralies in Minecraft? Hoe ben ik nou gek? Ik ga eens even kijken hoe een chain, of ik een chain op elkaar kan stapelen. Stel, ik doe dit. Oké, kijk, dat kan dus wel, dames en heren. Oké, dan ga ik gewoon die chains gebruiken als poort. En dan doe ik denk ik gewoon in het midden een klein deurtje. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn, dan snappen jullie binnen de kortste keren wat ik bedoel. En waarom gaat hier dan nu een verticaal ding op? Dat is heel lastig plaatsen dit voor mij. Wow. Even kijken, zo. Even kijken, ik hoop dat het... Kijken. Ja, dan komt hier de deur. Dit is heel lastig plaatsen voor mij, omdat ik heel precies mijn muis erop moet richten. Jullie zullen waarschijnlijk echt denken, Sebas, waar heb jij het over? Maar goed, voor mij is het lastig. Oké, dan hebben we deze pilaren hier. Dan gaan we dan hier even dit aan de onderkant creëren overal. Dus ik moet ook nog ruimte overhouden om de binnenkant te maken. Of tijd overhouden, jongens. Ik kan niet mijn tijd verspillen alleen aan de buitenkant. We moeten ook de binnenkant uiteindelijk doen. Gelukkig hoef ik maar een helftje te maken. En die kunnen we dan helemaal kopiëren. We gaan niet te veel detail erin stoppen. Kijk, en hier gaan we andesite gebruiken hier. Nee, niet andesite. Even kijken wat blok is leuk. Een beetje een duister blok. Blackstone. Ja, blackstone. Dus lekker duister. Ik zit even te kijken. Ik kan hier natuurlijk niet meer verticaal iets tussen plaatsen. Van die hekken of zo. Want als ik zeg maar dit doe. Maar net werkte dat wel. Nu werkt dat ook niet. Ik wil hier dan nog verticaal dingetjes tussen plaatsen. Maar dat werkt helemaal niet. Ah, dat is wel vervelend. Even kijken. Ik plaats hier even snel het gras terug. Oh, dan moet ik hem niet weghalen. Ik kan hem terugplaatsen. Zo. Ja, dan denk ik dat ik hier maar even de deur dan tussen ga plaatsen. Hier dan tussen. Hoe kon ik ook alweer zoeken trouwens? De vorige keer had ik heel minuutje dat ik hier dingen in kon tikken. Oh, wacht, hier, door. Wauw, het stond gewoon daar de hele tijd. Even kijken, dan plaats ik hier de deur. Kan ik die niet verder die kant op doen? Nee, helaas niet. Oh, maar dit werkt ook niet. Nee, dit werkt niet. Nee, dit is echt vervelend. Nee. Oh, maar dit is echt vervelend. Dan plaats ik hier ook die tralies overheen, toch? Maar dat lukt niet. Oké, weet je, boeien, ik moet verder, want het duurt echt te lang allemaal anders. Ik denk dat ik hier even een uitkijktorentje ga maken. Even kijken, dan doen we die 3 blokken bij 3 blokken. Ik denk dat dat wel het beste is. Die ga ik dan op elke hoek plaatsen. En nu moet ik echt een beetje tempo maken, want Maxi heeft waarschijnlijk echt iets veel mooier staan dan ik. En ik denk dat ik het echt veel te groot ga aanpakken nu, eigenlijk, ben ik bang voor. In ieder geval even de toren aan de voorkant. En allebei de voorkant, ja, zeg maar, daar ook nog eentje. Ik weet niet of ik het allemaal in tijd ga redden anders gewoon, joh. Dit wordt echt lastig. Eventjes zien hoor. Dan hier. Even kijken. 1, 2, 3. Oké, 1, 2, 3. Dan hier een blok. Hier een blok. Hier een blok. En dan 1, 2, 3. Dit dichtbouwen. En dan hier snel nog even de toren afmaken.
En dat je de toren, dat je vanaf binnen ziet dat het niet echt een toren is, dat maakt me niet zozeer uit. Ga me echt even om het gezicht vanaf buiten. Ja, Max die kan gewoon veel sneller bouwen. En als ik een beetje iets wil hebben wat in de buurt lijkt, dan moet ik dat soort keuzes dus gaan maken. Of ik dat mooi vind of niet, ja, dat is dan maar zo. Als het maar een beetje een totaalplaatje heeft van een gevangenis. Even zien, dan moet ik eigenlijk nog iets van glas hebben. Dan plaats ik... Ja, wil ik dat trouwens wel? I don't know. Ja, ik ga gewoon de binnenkant denk ik nu doen. Wat ik ook gewoon ervan kan maken, is dat dit de buitenmuur is. En dat ik nou gewoon binnen wat ga maken. Ik denk dat dat even wat handiger en tactischer is. Dus dan doen we hier. Komt dan het cellencomplex. Die maak ik niet heel groot. Ik zorg gewoon dat aan het begin je wat gevangenisjes hebt. En aan het einde, ja, dat maakt er niet heel veel uit. Dit maak ik hem. De muur ga ik ook lang niet zo hoog maken als de muur die hier buiten is. Want het is helemaal niet nodig voor wat ik wil. Kijk, en hier komen de iron bars. Waardoor het lijkt vanaf deze kant. Ja, dat... Blackstone... misschien Blackstone walls zoals dit. Of bricks. Blackstone bricks zijn dan beter. Hier een mooi tuf randje eroverheen. Het is een hele grimmige gevangenis gaat dit zijn, jongens. Helemaal niet veel kleur. Gewoon echt heel grimmig. En we gaan mezelf weer een klein voordeeltje geven. Overal even netjes die iron bars tussen doen. Waar de mensen dan doorheen kunnen kijken, de gevangenen. Dan een leuk, simpel dak erbovenop bouwen. We gaan geen meerdere verdiepingen doen. Dit is het gewoon. Dit is ook een dak zoals dit. Oké, dan denk ik dat ik dit naar de andere kant ga kopiëren. Dat we gewoon een dubbele kant hebben. Dat gaan we even vanaf hier zo tot en met hier. Dan kopiëren we het. Roteren we het 180 graden. Dan flippen we het. En dan pasten we het zonder lucht. En dan hoppakee, dan hebben we hier precies het andere aan, hetzelfde aan de andere kant. Dan gaan we de hele vloer gaan we verstellen naar stone en andesite. Zo. Hier ook helemaal, even kijken, helemaal rondom doen we dat. Zo, kijk, dan is in ieder geval al het gras ook weg daar. Dan gaan we dit pad hier gaan we nog even doorzetten. En dan hoppakee, dat ziet er leuk uit. Oh ja, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er heel goed uit. Laten we dit in het midden dan toch even iets hoger maken nog. Dat doen we dan zo hoog als dit. Hier, kijk, hier doen we nog meer cellen. Het moet echt lijken op een gevangenis. Ja, dit lijkt toch wel op een gevangenis, jongens. Dit lijkt toch gewoon op een gevangenis. Ligt het aan mij? We zijn bijna op de helft. En ik ben bijna klaar met de buitenkant. Dus dat is het voordeel. Dan heb ik de helft van mijn tijd besteed aan de buitenkant. En de helft van mijn tijd besteed aan de binnenkant. Dan hoop ik dat we het redden. Ik denk ook wel dat we het redden, maar ik weet het niet zeker. Ik vind het nog aardig spannend. Ik ben bijna klaar met de buitenkant. Ik heb nog 1,5 minuut en dan zitten we op de helft. We gaan lekker rondjes van maken. Het zijn echt van die ronde ruimtetjes. Lekker beveiligd. Ja, jongens, ik word wel sneller, merk ik nu. Ik weet nou een beetje hoe ik dat vliegen en dat bouwen tegelijkertijd onder de knie kan krijgen. Ik moet, ja, nu maak ik dan net weer een foutje nu ik het wou zeggen natuurlijk. Maar kijk, we komen er wel. Kijk, dit gaat al sneller dan dat ik net die muur moest bouwen. Van, ja, de outline, zeg maar. Dus uiteindelijk lukt het wel. Ik zit me aan het thuis te bedenken. Ik kan het natuurlijk ook als buitenplaats gebruiken. Dus op zich is dat helemaal niet zo'n slecht idee. Wat ik net deed. Hier dan maar het dak erop, denk ik. Ja, dat gaan we ook maar even snel fixen. Jongens, ik ben echt veel te lang mee bezig. Ik begin nu al een beetje stress te krijgen. Want volgens mij begint het al een beetje op zijn einde te komen. Tenminste, ik heb zelf geen timer gezet. Dus dat moet ik in het vervolg maar even doen. Maar ik begin wel het een beetje het idee te krijgen dat we al ruim over de helft heen zijn. Ik weet niet of het zo is daadwerkelijk. Maar dat gevoel heb ik. In ieder geval hebben we hier nu de binnenplaats. Tenminste, ja, waar de echte cellen komen. Dan maak ik hier even snel weer een deurtje. Zo, hatsee. Dan ga je hier naar binnen. Even kijken. Nou, dit had wat hoger gemogen, maar goed, weet je, ik had geen keuze. Dan gaan we, maak ik hier even een gang. Tenminste, ik ga hier gewoon een muur maken. En dan komen hierachter eigenlijk de cellen dus. Oké, deze kant hier, dit is de achterkant. Die gaan we eventjes anders doen. Die gaan we gewoon net zoals hierboven doen. Dat gaat er een beetje zoals dit uitzien hier. Hoppakee. Bij de bars erin. Oké, dan is officieel de buitenkant klaar. Ik zie dat het randje hier alleen nog niet klopt. Hier creëren we even een deur. Een iron door, alsof dit zeg maar zo beveiligd is. Zelfde aan de andere kant creëren we ook een iron door. Dat mensen hier naar buiten kunnen. Voor een, weet ik veel, een buitenuurtje of zo. Oh, ja, kijk dit dan. Dan gaan we voor de sfeer, gaan we even van die duistere lantaarns toevoegen, zo. Gewoon puur voor het idee. Het ziet er gewoon een beetje grimmig uit, deze lantaarns. Oké, dan is het tijd voor de binnenkant. Het is tijd om de binnenkant de aandacht te geven. Laten we eerst de vloer doen. Maak ik hier nog een kleine doorgang. Dat je hier dan via, ja, hier gewoon naar de buitenplaats toe kan komen eigenlijk. Een soort van gangetje. Ja, ik plaats hier gewoon 2 deurtjes naast elkaar. Volgens mij voorkomt dat niet. Maar dat kan wel. Kijk, top. Dan moet ik dus nu weer dingen weg gaan halen. Dit gaat weg, dan blijft die staan. Dit gaat weg, blijft die staan. Kijk, en nu krijg je al een beetje het gevoel dat er hokjes ontstaan. Dat is eigenlijk precies wat ik wil. Hier gaat wat fout, dus dit moet ik even opnieuw fixen. Die moet ik weghalen, dan blijft die staan. Dan moet ik die weghalen. Zo, kijk. Het is toevallig ook nog eens symmetrisch ook.
dat scheelt. Dan gaan we nu weer snel die tralies plaatsen, als dat makkelijk snel lukt. Doen we een moddervloer zoals dit. Al deze randjes even netjes opvullen. Het hele plafond eventjes dicht met tuf. Zo. Oké, dit ziet er heel grimmig uit hier binnen. Laten we dit nog extra beveiligen. Oh ja, dat ziet er gaaf uit, hè. Oké, je komt hier binnen in de balie. Of bij de balie, zo, dat je spullen in moet leveren. En dan hier zit gelijk een grote deur. Even kijken, ik ga niet te veel moeite doen voor de blokken die ik aan het interieur gebruik. Want daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Daar heb ik echt de tijd niet voor. We moeten het gewoon even snel doen, dit. Het moet gewoon even snel gebeuren. Ja, hier heb ik toch een foutje gemaakt, zie ik. Ik voel mijn gevoel klopt er al iets niet. Dus trali. Ja, dan hebben we hier dus gewoon een invalide... gevangenishokje eigenlijk. En eentje ruimer voor iemand die invalide is. Ja, dan moeten we dat maar even verzinnen. En dan haal ik deze muur hier weer weg dus. Plaatsen we dan hier. En dan hebben we hier alsnog een hokje. Kijk. Tenminste, wat zeg ik nou wel? Ja, nee, klopt wat ik zeg. Ja, want deze is dan wel groter natuurlijk. En deze ook. Dus dan heb je twee hokjes voor invalide mensen. Zo. Dan moet ik hier nog even de muurtjes plaatsen. Ik zie nou trouwens gewoon dat je doorheen kan lopen, hè? Dus door de tralies heen. Dat was me eigenlijk helemaal niet opgevallen, maar dat kom ik letterlijk nu pas achter. Maar goed, weet je, het gaat om het sfeertje dat het lijkt alsof je in een gevangenis zit. Ja, daar gaat het om. En ja, verder maakt het me ook niet heel veel uit. En dan moet ik niet de deur weghakken. En dan wil ik eigenlijk even gaan werken aan een buitenplaats. Dus dan moet ik hier ook even wat tralies weer neerzetten, dat je hier niet... via kan ontsnappen natuurlijk. Zo, en hetzelfde geldt dan voor de andere kant. Kijk, dit is de plek waar je je spullen inlevert aan de gevangenismedewerkers. Zo, dan hier doen we dit zo. Hier doen we die. Hoppakee, dat ziet er gewoon grappig uit. Doen we dit eigenlijk ook even... Ik hoef maar één kant te maken, jongens. Waar maak ik me druk om? Ik hoef maar één kant te maken en dan kunnen we het gewoon kopiëren. Hier doen we gewoon de deur. Gewoon een goed beveiligde deur. We hebben nog 11 minuten de tijd. Nog 11 minuten. Oké, nu begin ik wel een beetje te zweten. Nu begin ik toch wel stiekem een beetje te zweten. De deur staat open. De deur is open. Gaan we even overal snel licht creëren, want het is veel te donker hier. Hoppakee, er is genoeg licht. Oké, tijd om cellen te creëren. Tijd om cellen te creëren. Laten we eerst even een verdieping maken. Oké, dan heb ik dit afgesloten. Dan wil ik eigenlijk gewoon een paar... Letterlijk eigenlijk wat ik ook in de McDonald's aflevering deed. Gewoon een paar tafeltjes en een paar stoeltjes en zo. Dat soort dingen wil ik eigenlijk even neerzetten. Ik kan ook even een... Ja, iets van tegels. Nou, dit is prima. Dit is voor mij goed genoeg. Maak ik hier even echt een apart hoekje dat je kan zitten, letterlijk. En eigenlijk maak ik er nu gewoon een heel lang bankje van. Maar op zich vind ik dat ook helemaal geen gek idee om te doen. Dat je gewoon met je maatjes in de gevangenis... Het klinkt heel gezellig allemaal, maar het is ook niet helemaal de bedoeling dat je hier gewoon hier gezellig kan zitten. Oké, dan haal ik die weer weg. En dan plaats ik hier gewoon weer grasblokken terug. Dat je hier gewoon een tafeltje hebt. En dan moet ik eigenlijk het ook aan de andere kant even doen. Dat je hetzelfde idee krijgt. Oké, ik ga gewoon even een beetje klooien. En ik ben benieuwd wat ik ervan kan creëren. Een beetje dat donkere steen ook aan het interieur hier terugbrengen. Dat mensen, als je hier vastzit, je wordt gewoon depressief. Je wil hier gewoon niet vastzitten. Klaar. Het is gewoon het einde van de wereld als je hier vastzit. Oké, en hier komen de cellen. Dit is één cel. Zo, dit is nog een cel. Dit is nog een cel. Dit is nog een cel. En die raampjes zitten eigenlijk ook te hoog. Maar dat maakt het wel helemaal gewoon grappig naar mijn mening. Deur erin. Hier komen die celletjes allemaal zoals dit. Deur erin. Die deuren. Ik weet dat je die deuren niet helemaal kloppen met de cellen. Maar dat is maar even zo. Dat maakt niet uit. Het gaat om het idee dat Sebastian kan zien dat dit gewoon cellen zijn. Het moet namelijk van binnen moet het ook echt een gevangenis zijn. We hebben nog 8 minuten. Ik ben voor mijn gevoel te veel aan het stressen. Dat gaat op zich wel goed. In plaats van dat ik deuren doe, doe ik het gewoon zoals dit. Het zijn deuren die je niet ziet. Je moet er maar in geloven dat die deuren zijn. Kijk dit dan, jongens. Dit wil je toch niet. Hier wil je toch niet wonen. Gadverdamme. Een wit dakje erop zo. Of plafond, kan ik beter zeggen. Nog even een mooie afwerking hier. Oké, dan heb ik hier een tafeltje en daar een tafeltje. En eigenlijk wil ik hier iets van een schommel. Maar bestaat zoiets in Minecraft, een schommel? Dat vraag ik me heel erg af. Het liefste zou ik dat willen doen. Ik heb nog gewoon geen idee hoe ik zoiets zou moeten maken. Ik kan niet echt iets bedenken. Wat we wel kunnen doen, wat we naar binnen schieten. Omdat ik er eigenlijk langs scroll. Een gevangenis heeft natuurlijk ook eigenlijk bedden nodig. En ik zag net dat je ook gewoon natuurlijk bedden kan plaatsen. Die doen we maar even in de plek voor een deurblok. Even kijken, dan heb ik hier een... Waarom kan ik hier geen bed plaatsen? Oh, jawel, ik wou net zeggen. En dan doen we hier ook een bed. Zo. En dan doen we hier ook een bed. En hetzelfde geldt dan ook voor de andere twee gevangenissen. Heb je ook iets van een toilet of zo? Een wc? Nee, dat bestaat niet. Een wasbak? Is dit een item die je kan plaatsen? Een waterbucket? Ik heb geen idee. Even zien. Oh, nee, dit kan je niet... Oeps. Hallo? Nee.
Hoe haal ik het weg? Oh, dit gaat fout. Oh, oké. Okay. Ik heb het gefixt. Ik weet niet wat ik deed. Maar dit kan je dus niet plaatsen. Oké. Okay. Ik heb natuurlijk ook licht nodig in de gevangenis. Torch kan ik wel even. Heb ik eigenlijk even nodig. Ik weet niet wat het verschil is tussen een redstone torch en een normale torch. Maar ik pak een soul torch. Het ziet er wel vet uit of zo. Volgens mij kan je die gewoon hier plaatsen. Ja, kijk. Kijk, dan komt er dus licht in de gevangenis. En dat maakt het eigenlijk wel even een stukje aangenamer natuurlijk. Dan is het natuurlijk ook erg donker voor de mensen die achter de tralies moeten zitten. En dat lijkt me nou ook niet heel erg fijn. Zo, nou, hier ligt genoeg. Dat zit wel prima. Ja, de buitenplaats. Wat moet ik daar nou weer mee doen, jongens? Ja, of ik moet hier nog even een trap maken. Dat kan ook nog wel. Dan plaats ik hem zo. Kijk, ja, ik heb nooit goed een trap maken of zo. Dan maak ik hier een deurtje. Zo, kijk, deurtje. Dat je hier ook echt daadwerkelijk gewoon naar binnen kan komen. Dan doen we hier, doen we dan hetzelfde. Hier, haak ik het hier weg, haak ik het hier weg. Zo, en maak ik hier ook een deur. Dan is dit in ieder geval symmetrisch. Dan lijkt het nu echt wel een beetje op uitkijktorens. Oh, dan moet ik het wel goed plaatsen natuurlijk. Kan je wel naar binnen? Ja, je kan wel naar binnen toe. Oké. Okay. En dan hier eigenlijk ook een trap, denk ik. Als dat zin heeft tenminste. Zo. Kan je nou nog... Nee, dit moet ik dan weghalen. Zo. Kijk, dat werkt. Dan moet ik het andere aan dezelfde kant ook doen. Dan heeft het ook echt daadwerkelijk een nut, dit natuurlijk. Hoppakee, kijk dit dan eventjes. En dan doen we deze deur hier doen we een hendel bij. Dat je deze deur zo kan openen. Hier hebben we allemaal cellen. Helemaal dikke prima. Dan gaan we de celvloeren nog even anders maken. Zo. Lekker mossig. Lekker rommelig gewoon. Hoppakee. En dan van mijn mutvloer ga ik toch nog wat anders doen. Hier, kijk. Maken we toch nog wat anders zo. Beetje lichte kleuren erbij kan toch ook nog wel leuk zijn. Barrels. Chests. Cauldrons. En bedden. Laten we lekker grijze bedden erin doen. Hier een grijs bed, een kist en een cauldron. Zo, een toilet. Hier weer zo en zo. Zo eentje, zo eentje, zo eentje. Bed erin, kist en daardoor. En hij heeft extra ruimte. Dat heeft hij gewoon geregeld voor zichzelf. Zo. En dan hij hier heeft zijn bed. Zo. Hoppakee. Kijk nou even, jongens. Grimmige lantaarntjes erbij. Die horen er ook nog wel even netjes bij. Hier doen we ook nog meer rommel plaatsen. Zoals dit. Beetje opvulling. Hoppakee. Dan de trap naar boven ga ik gewoon met... Even kijken of ik dat met een trap kan doen of dat ik met een ladder kan doen. Laten we eerst even dit kopiëren naar de andere kant. Ik heb nog 5 minuten, jongens. Nog 5 minuten. Dat is niet veel. Kijk, en dan maak ik hem hier weer af. Zo. En dit werkte natuurlijk niet, dus dan haal ik die weer weg. Kijk. Dan heb je nu in ieder geval uitkijktorens. Een binnenplaats. Een cellencomplex en een buitenplaats. En eigenlijk, ja, ik weet niet. Volgens mij heb ik nog iets van 5 minuten over. Misschien een kantine of zo. Of in ieder geval... Een balie waar je je hapjes en je eten kan halen. Ja, dat kan ik wel simpel, denk ik, maken. Ja, heel apart dat je dat buiten maakt eigenlijk. Maar goed, weet je, ik heb een beetje gebrek aan ruimte nu. Dus ik moet maar wat. Even kijken, die haal ik dan weg. Zo, maak ik hier snel even een muurtje. Kijk, als dit niet afkomt, ja, het is jammer. Maar dit is eigenlijk wel een beetje het laatste echte essentiële volgens mij. Wat de gevangenis natuurlijk wel moet hebben, is natuurlijk ook mensen, die te eten en te drinken hebben. Dit staat in ieder geval. En dan pak ik denk ik nou gewoon hout. Nee, ik pak geen hout. Ik pak eerst weer ijzer. Metaal. Even kijken. Nee, ik ga eerst weer zo'n keuken maken. Een beetje hetzelfde principe als ik dat bij de McDonald's heb gedaan. Dus dan gewoon ijzer pakken. Tenminste, ik had toch ijzer? Wat ben ik nou gek aan het worden? Stone bricks. Maakt me niet uit. Het lijkt op een fornuis. Dat moet het voorstellen. Gelukkig is dit zo gekopieerd. Hoppakee. Kijk, dan hebben we dit gekopieerd naar de andere kant. Doen we hier ook nog even het dak op. Dan de tweede verdieping ga ik denk ik gewoon skippen. Ik heb eigenlijk niet genoeg tijd voor. Ik denk dat ik meer tijd wil besteden aan de eerste verdieping. Dat er gewoon leuk uitziet. In plaats van dat alles er een beetje uitziet, weet je? Dat zou ook zonde zijn. Dus ik ga even kijken hoeveel tijd ik nog kan besteden hieraan. Zo, dit ziet er wel heel leuk en grimmig uit. Dan hier gaan we nog dit doen zo. Hoppakee. Ziet er leuk uit. Hier doen we een isoleercel, ja! Dat is leuk. Dit hier is de isoleercel, jongens. Daar wil je niet in zitten. Daar wil je niet in zitten hier. Daar word je heel depressief van als je in deze mag zitten. Dakkie erop zoals dit. Nee, we maken hem lekker hoog. We maken hem gewoon lekker hoog. Isoleercel is heel deprimerend. Hier zit je dan. En doen we een carpet op de grond als je bed. Hier. Dit is je bed zo. En meer is er niet. Meer is hier gewoon niet. Je kan net niet ook lekker uit het raam kijken. Oh, wat deprimerend. Nog even hier de vloer aanpassen. Dan hierachter. Ik heb nog 2 minuten, jongens. Nog 2 minuten. Kan ik hier nog een deur openmaken? Ja, dat kan zeker. Hier doen we ook nog een deur. Kijken of ik iets van vuur kan pakken of zo. Want het zou wel leuk zijn als ik letterlijk ja, vuur kan pakken. Of erop kan leggen. Dus dit. Fire charge. I don't know wat dat is.
Ik zet ook deze maar gewoon er neer. Een campfire. Misschien dat ik een campfire erop kan plaatsen. Dat je ziet van, joh, hier wordt gekookt. Ja, kijk, het werkt. En dan plaats ik hier gewoon kampvuurtjes. Dat is mooi. En dan maken we hier dan de balie waar je je eten op kan halen. En dan zet ik voor het idee, om even te versterken dat het echt een balie is, zet ik gewoon weer twee kassa's neer. Ja, het is natuurlijk wel apart dat je in de gevangenis moet gaan betalen. Maar weet je, ja, verder weet ik ook niet hoe ik het echt duidelijk moet maken dat je je eten kan halen. Dus daar een kassa en daar een kassa. En dan maak ik hier natuurlijk weer even een dak op. En dan heb ik natuurlijk dat blok nu weggehaald uit mijn inventory. En ik weet niet precies welk blok dat meer is. Nee. Ja, die ga ik denk ik nooit meer vinden. Is het gewoon iets stone dat ik heb gebruikt? Ik denk het. Ja, volgens mij is het gewoon stone. Lijkt er van wel. Oké. Okay. En dan komt... Ja, dan moet ik natuurlijk wel even kijken hoe ik dit doe. Gewoon weer... De tralies pak ik hier dan zo meteen. En dan komt hier de deur. En dan maak ik dit nog even dicht. Want dat wordt toch niet mooi. Pakken we weer zo'n chain. Die zetten we dan hier weer op. Ja, en dan kan je hier in ieder geval naar binnen toe... om je eten te halen. En kijk, als ik toch de gevangenen een beetje tegemoet wil komen... dan zorg ik ook meteen dat dit eigenlijk gewoon een overdakkingtje heeft. Dat als het regent, je gewoon droog, als het ware, je eten kan gaan halen. Die is open, zoals dit. Dan met Dark Oak dingen gaan we hier nog een stoeltje maken waar dat persoon op zit. Kijk, hier maken we gewoon een leuk stoeltje van. Dat het echt is alsof je hier je spullen in moet leveren, je informatie moet geven... Je tekent letterlijk je leven weg hier, zo. Zelfde aan de andere kant. Gewoon precies hetzelfde hier. Hier ook een deur. Zit ook open. Leuningen. 1 minuut en 10 seconden, jongens. 1 minuut en 10 seconden. Nog even dit dakje fixen. Dit muurtje hier, dit ziet er nog niet goed uit. En volgens mij hebben we dan denk ik elk moment eigenlijk de tijd al gehad. Ik heb hier nu in ieder geval... Moet ik wel dat muurtje goed plaatsen. Dat stond niet lekker. Ik heb hier nu een overdakking. Dan kan iedereen die vanaf de gevangeniscomplexen naar buiten of naar eten wil halen... Die kan hier doorheen lopen. En dan kunnen ze hier weer een deur openmaken. En dan kunnen ze hier hun eten ophalen. En dan kunnen ze eigenlijk... hier we zitten. Eigenlijk had ik hier ook nog iets van een overdakkingtje moeten maken. Maar goed, dat gaat nou niet meer lukken in de tijd die ik nog heb. Het is niet helemaal hoe ik het voor me zag. Maar ik ben toch wel aardig in de buurt gekomen, belt ik wel. Want ik denk niet dat ik dit nu nog heel snel... Weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Misschien dat Max me nu gaat storen. Van, joh, we zijn klaar. En dit is dan even het laatste wat ik afmaak. Dan doe ik hem ook aan de andere kant even snel. Deze kant is klaar, zo wil ik het hebben. Aan de andere kant ook. Ik hoop dat ik het nog in tijd kan redden. Dat zou heel mooi zijn. Zo, 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 zo. Zo en zo en zo en zo. Dan hebben we dit klaar. Dan kan je ook nog eens droog zitten. Dat is wel lekker. Oh, mijn god. Ga ik het redden? Ga ik het redden? Oké. Ik denk dat dit dan zo klaar is. Dan doen we hier nog even een plafond erin. Ook van dit witte blok zo. Ik denk dat die helemaal af is. Ik ga ervan uit dat ik niks ben vergeten. We hebben een... droevige gevangenis van buiten. Hij ziet er erg gevaarlijk uit. We hebben niet tijd gehad om buiten nog dingen te doen en zo. Maar het is helaas niet anders. Althans, we hebben nog een half minuut. Ik kan hier nog even zo kijken. Hier heb je nog een basket. Kunnen ze nog basketballen zoals dit, zie je? Hier, dan kunnen ze nog... Hebben ze nog een speelveldje waar ze kunnen basketballen. Meer kan ik niet meer doen, jongens. De tijd is voorbij. Ik hoop dat ik niks ben vergeten. Sebastian. Ja? De tijd is voorbij. Oh jee. Nou. Denk je dat je tevreden bent ermee? Ja en nee. Ik zal zo wel uitleggen waarom, denk ik. Oké, ja. Ik moet zeggen, ik heb best wel wat kunnen creëren in een half uur tijd. Alleen, ja? Ik heb het een beetje onderschat. Vooral mijn binnenkant. Hij is wel af, alleen ik had meer willen doen dan dit. Ik had hetzelfde. Ik heb het heel groots gebouwd eigenlijk. Een beetje te groot voor de tijd die we hadden. Ja, ik ben ook. Heel benieuwd. Oké, ik ga onze muren weghalen. En dan... Oh, dan gaan we het zien. Dan gaan we het zien. Heel erg benieuwd wat jij gemaakt hebt. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Oké, 3, 2, 1. Oh mijn god. Je hebt een stenen muur. Ja, je moet het wel vanaf deze kant bekijken. Vanaf hier. Ja, oké. Ik denk wat is dit? Het is gewoon een stenen muur wat je gecreëerd hebt. Een heel ander soort gevangenis dan wat jij hebt ook. Ja, maar kijk, ik gebruik alle tools die ik weet, weet je? Ja, jij weet alleen natuurlijk blokjes plaatsen en sloop. Maar ik heb natuurlijk jaren ervaring met Minecraft, dus ik kan world editen. Ik vond het allemaal. Geef me maar, ik wil een tour. Ja, ik wil even een toertje hebben. Ja, ik begon eigenlijk met de eerste struggle die ik had. Want jij hebt hele mooie tralies. Nou, kon ik niks anders bedenken qua tralies dan dit. Alleen, ja, dat is. Daar kwam ik heel laat achter. Ja. Oh, dat vind ik echt heel leuk, die deur. Hier kwam ik heel laat achter. Ja, goed. Okay. Dan kom je hier de gevangenis in. Ja. Dan hebben we hier meteen eigenlijk het cellencomplex waar je ingaat. Oh. Ik heb dan... hier is het. Je hebt wel echt van die tralische bars en dit, weet je? Waar je dan gewoon...
Ja. Maar als je helemaal op een cartoon-nummerachtige manier kan je eruit ja, lopen. Ja, precies. Dus ik heb dan hier een bedje voor iedereen eigenlijk. Nou, dan kun je eigenlijk door. Ik ben eigenlijk, besef ik nu, de wc's ook vergeten. Maar goed, dat is een... Oeh, maar je hebt wel dan al meer al... Kijk, jij hebt wel... Het interieur heb je al veel meer dan ik. Dat kan ik wel ja, zeggen. Ja, dat wel? Ja, ja, ja. Nou, en heb ik hier... nou, hier kunnen we eigenlijk ook om de deur heen lopen. Nee, dit niet. Dit is echt beveiligd gewoon. Oh, dit is wel beveiligd. Dit is beveiligd. Dan hebben we hier de keuken. Dus als je hier wat eten wil bestellen of zo, dan kan je dat hier doen. En hier wordt dan alles gemaakt eigenlijk. Ja. En dan hebben we hier de binnenplaats. De deur. Inderdaad, door de deur. Oh, hier de kijk, binnenplaats. Met gezellige stoeltjes en zo. Ja, daar kan je hier lekker kan zitten. Je zitten. Hier, regent, bekende tafels. Mijn bekende tafels. Hier zit je verder overdekt als het regent. Ja, okay. En verder, ja, ik wil eigenlijk nog iets van een speeltuintje of zo maken. Ik heb speeltuin? Geen Dus gaan weer kinderen jou gevangen. Ja, weet ik wel. Ja, en ik heb dan ook nog... Ja, hetzelfde aan die kant eigenlijk. Ja? Ik heb aan deze kant heb ik dan nog twee uitkijktorens. Oh. Even kijken, deurtje open. Dan ja, kan je hier uitkijken. Ja. Ja, ik wou eigenlijk op elke hoek eentje doen, maar ik denk, ja, ik heb zo weinig tijd. Ik doe gewoon aan de voorkant en doe ik er twee. Ja. En dat is het eigenlijk al wel weer. Ja, het is wel, je hebt wel aan alles gedacht. Ja. En asymmetrisch. Dus als ik zo kijk, behalve dat je deur niet in het midden zit, dat ja, ja, zit ik probeer net precies het hier. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind hem leuk. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ja, niet veel. Maar ik vind het wel echt heel grappig wat je gedaan. Vooral hoe... Jij hebt natuurlijk 0,0 verstand van Minecraft. Ja, dus klopt. Ik vind het leuk hoe jij dan nadenkt over dingen als je dat gaat bouwen. Dat je hier chains voor gebruikt in plaats van iron bars. Ja, want ik heb natuurlijk die... ik heb natuurlijk ook die Content Veen Season 2 video's gereden. Toen had je ook van die gevangenis in. Ik zocht een beetje zoiets als dit hier. Ja, iron bars alleen, zijn dit inderdaad. Ja, ik kon het niet vinden. Dus ik denk, nou ja, dan maar dit. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het heel grappig hoe je dit gedaan hebt allemaal. Ja, zullen we het doen bij mij? Ja, dat is goed. Ben heel benieuwd. Ik heb ten eerste een grote lavapool eromheen. Dat je niet echt... Je kan niet ontsnappen bij mij. Nee, weet je kan niet echt, het hek overklimmen. Nee, het hek overklimmen, want er zit... hoe heet dit? Prikkeldraad. Prikkeldraad om met gewoon echt beveiliging en zo, weet je. Ja. Nou, dan kom je hier via de weg aan zo. Dan kom je binnen. Het ziet er natuurlijk al heel grimmig uit allemaal. Ja, ja. En als je binnenkomt, hier heb je links en rechts waar je informatie moet geven, je inschrijven en je spullen moet afleveren, weet je. Ja, ja, ja. En een soort controle. Dan wilde ik eigenlijk veel meer doen, maar ik heb alleen maar cellen, zoals je kan zien, overal. Oh, wauw. Oh, maar het ziet er al veel serieuzer uit dan wat ik heb. Ja, het ziet er leuk uit, maar jij hebt wel al meer, jij hebt een keuken, jij hebt een plein en weet ik wat allemaal. Ik heb gewoon cellen en ik heb één isoleercel hier. Oh. Dus deze, dus het isoleercel, dan zit je gewoon zo. Oh ja, wauw, oké. Okay. En heb je, dat is gewoon heel droevig gezet allemaal. Ja, 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 ja. En voor de rest, ja, het is... dit is hierboven het. Had ik nog geen tijd voor. We hebben hier buitenplaats met dit hier zo, kijk. Oh, dit is een... Een basket. Het is een basket. Oh mijn god. Ja, en voor de rest had ik niet zoveel tijd meer. Want ik zeg, ik had het met je overschat. De bovenverdiepingen zijn allemaal leeg. Maar hoe kom je überhaupt bij de bovenverdieping? Niet. Dat heb ik uiteindelijk ook besloten dat ik dat gewoon niet ga doen. Ik wilde een trap maken, maar uiteindelijk dacht ik, nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik ga gewoon, dit is het. Ja. Dit is het gewoon. Dus hij is leuk van buiten, hij ziet er goed uit. Ja. Maar jij hebt meer functies. Die voor jou is functioneel. Ja, klopt. Nou, ja, soort precies. Van. Naast dat je kan ontsnappen via de bars. Ja, dat moeten we maar even negeren. Oh, wauw. Oh ja, ik vind het heel leuk. Ik vind de resultaten heel grappig weer. Ja, dat is zeker. Echt leuk weer gedaan. Goed jongens, laat zeker even in de reacties weten welke jullie het leukst vonden. Vind je die nou voor mij mooier, maar die van Sebastian functionele laat aan het vooral dan ook gewoon in de reacties weten. Ik ben heel benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. Voor nu, vond je het nou zo'n leuke video en je bent geabonneerd, kom, moeten we deze kant op lopen, Sebastian, allebei. Ja, video. Ja, ja, ja. Kijk, kom daar in deze video. Jee, jee. Die video kunnen zo kijken. Hier hebben we een McDonald's gebouwd met z'n tweeën. Ook een hele leuke video om gewoon even te kijken. En dan nu, dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje water. Telt het vier. Flesje bier. Tot de volgende keer. Bro.